Voor het Uutmale Accordeonorkest uit Overpelt is het een jubileumjaar. Het bestaat uit vele enthousiaste leden onder leiding van dirigent Jacot Kusters. Maar ook voorzitter Cindy Fransen zet zich met hart en ziel in om alles in goede banen te leiden. Wij zijn een van de vele verenigingen die Overpelt reikend. Ons doel is om accordeonmuziek samen te maken op een plezante manier zonder al te veel stress. We zijn in 1998 ontstaan uit twee verenigingen en dit jaar bestaan we dus 20 jaar. Het bespelen van de accordeon bestaat al heel lang. Vroeger werd dit zeer vaak gebruikt op volksfeesten waar dan het publiek op kon meezingen en dansen. Dankzij de gedrevenheid van de dirigent Jacot Kusters en het enthousiasme van de orkestleden werd hun laatste concert een geweldig succes. Zoals je hoort heeft de accordeon vele verschillende facetten, maar onze dirigent Jacot Kusters kan er meer over vertellen. Dat is zo. Veel mensen zijn eigenlijk verrast als ze horen dat je met een accordeon een heel ander soort muziek kan brengen dan bijvoorbeeld de doordeweekse slagers, zoals daar bij die molen of in de stille kempen, om daar maar enkele voorbeelden van te geven. Een accordeon is in feite een heel mooi instrument om te spelen, maar, neem het van mij aan, het is niet zo gemakkelijk als dat het er eigenlijk allemaal wel uitziet. Een accordeon bestaat uit drie delen. Je hebt de rechterkant waar de melodie bespeeld wordt. Het middengedeelte, dat is de blaasbalk waar je het volume mee bepaalt, of je harder of stiller speelt. Dan heb je het linkergedeelte, dat zijn de bassen, waar je in feite het ritme mee gaat bepalen. Het is heel leuk om voorzitter te zijn van deze club, want buiten de optredens plannen we ook nog andere activiteiten, zoals teambuilding en onder andere ons clubfeest en ook ons jaarlijkse ijsfestijn. De leukste herinneringen van afgelopen jaar zijn wel het optreden in Zonhoven en het verbroederingsconcert met de accordeonclub uit Tilburg.
jubileumjaar vraagt natuurlijk om een grand finale. Deze zal dit jaar doorgaan op 5 en 6 mei in zaal Den Drossaard te Overpelt-Lindel. Met op 5 mei een concert samen met Les Musiciens Joyeux uit Tilburg, Marino Punk en uiteraard Accordeonclub Dutmala. En op 6 mei vindt het jaarlijks accordeontreffen plaats.